En hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Redstone tutorial. Vorige keer had ik gezegd dat je een item frame met een item erin kon gebruiken als button. En iemand vroeg aan mij, als een verstandige vraag, hoe doe je dat nou eigenlijk? Want ik heb het inderdaad niet uitgelegd en dat doe ik vandaag. Van hoe krijg je nou elke keer een button effect als je op een rechtermuisklik klikt van een item frame? Nou, zoals misschien sommige mensen weten, een item frame is een entity. Het is geen blok, je kan er ook andere blokken in plaatsen. Dus proof, het is geen blok. Het is een entity. Hoe kun je dat nou als redstone zien? Heel simpel, een comparator. Een comparator die update elke keer op basis van hoe ver dat ding gedraaid is. Dus hier is nu 1. En als ik hem op 10 zet, dan is hij 5. En als je dan hem op max zet, is hij 8. Zo heb je dus uiteindelijk een best wel stabiele versie van redstone van item frame naar redstone. Het probleem is alleen, als je dit elke keer wilt zien als een button effect, dan zou je daar gigantisch veel redstone voor moeten gebruiken. Als je het helemaal gaat uitchecken van oké, nu is hij 1, nu is hij 2, nu is hij 3 en elke keer dat updaten. Maar gelukkig hebben we hier in Minecraft een manier om te kijken of een blok geüpdate is. Het is een van de niet al te bekende manieren in Minecraft van de piston. Het heeft een blok update systeem. Wat bedoelen ze daarmee? Nou, zeg ik update, ik zet een redstone signaal tegen de piston. Hij gaat uit, in en hij gaat in. Maar als ik hem indirect power, oftewel met een blok van bovenaf of diagonaal, dus dit blok en dit blok zouden allebei deze piston poweren. Alleen deze piston weet het nog niet. Dat weet hij pas wanneer ik hem een upgrade geef. En dan vervolgens is het blok 1 te hoog. Dus is hij 1 te hoog en dan wordt hij niet meer gepowered, want het is... Nu zit er hier een slime blok. Dit geeft zichzelf een update en trekt hem weer vervolgens in. Van, hey, ik heb geen redstone blok meer. Ik trek hem in. Dus dit is een zelf geresette bit switch, zoals dat heet. Elke keer wanneer die een update krijgt, gaat hij in en uit. Dat is gigantisch handig, want... Ik zal jullie laten zien, dat was een extra comparator. Zo. De extra comparator is puur omdat dit blok update... Maar hij moet nog een keer geüpdate worden als blok. Dus dan moet hij daar geüpdate worden. Het is een beetje een raar concept, maar... Ik kan je zeggen, het werkt zo. Als je dus een tweede comparator plaatst en daarnaast een piston, heb je dus een... Zelfs een bud die elke keer aangaat alsof hij je ding doet. Dus zeg, we pakken hier een signaaltje uit. Zo. Je moet wel heel goed het signaal plaatsen, Tim. Goed zo. Zeg, ik pak even een... Dat is een repeater. Daar. Ja, ook niet nodig. Een repeater. En dan vervolgens een paar dingetjes. Dan zul je zien. Als ik hem op 3 zet uit mijn hoofd. Dan zul je zien. Woef. Dat is net een button. En zo heb je eigenlijk de button nagemaakt in een item frame. Veel mensen zullen er gewoon een item frame zien als een leuke decoratie voor aan de muur. Maar ondertussen, elke keer wanneer jij rechtermuisklik op klikt, gaat er een geheime deur open of iets in die geest. Het is niet een combinatielok dat je allemaal geweldige dingetjes moet doen, maar het is gewoon iets van, activeer dit eens en dan ga je daarheen. Persoonlijk vind ik dat een heel leuke feature van de bud switch samen met de comparator dat dit kan gedaan worden. Het is wel heel interessant hoe zo dit werkt. Het werkt niet als je een redstone dust ernaast doet. Je kan het met een redstone dust doen en dan hem iets kleiner maken. Dus, die. Zo. En dan. Zo werkt die ook. Zo is hij een stuk kleiner. Alleen zelf vind ik dit minder useful. Want als je hier een. Oh ja. Ver. Als je hier dus nu een muur plaatst. Dan zul je de hele tijd dit blok heen en weer zien gaan. Dus zelf gebruik ik hem liever. Alsof hij één blok verder naar achter zit. Maar ach, dat is puur mijn mening. Dat mogen jullie zelf doen. Dus dit is het hele design. Het is gigantisch compact. Maar. Hè, iemand vroeg ernaar. En ik denk van. Nou, ik leg het hem wel uit. Elke keer wanneer je een item frame rechtermuisklik doet, telt die als een button effect. Dus, anders kun je hier een monostable circuit en kun je daar maar van alles ermee doen. Dus, ik hoop dat het duidelijk was wat je er allemaal mee kan en wat het is. En anders, stel de vraag in de comments van wat je er niet van begreep. Het is niet heel erg ingewikkeld om na te bouwen. Dus ik zeg van nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.